Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin. Op weg naar het Nationaal Monument op de Dam. In het gevolg alleen Nationaal Comité-voorzitter Gerdy Verbeet, premier Mark Rutte en de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. En ook een adjudant-generaal van het Hof. Tijdens de nationale herdenking herdenken wij allen, burgers en militairen, die in het Koninkrijk der Nederlanden, of waar ook ter wereld, sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen of vermoord. Alle herinneringen daaraan komen samen tijdens de nationale herdenking. Daarbij realiseren wij ons dat bij gewapende conflicten tot op de dag van vandaag onschuldige slachtoffers vallen. Zo dadelijk om 8:00 is het overal in Nederland stil. 2 minuten waarin we ons realiseren dat wij hier in vrijheid 2 minuten stil kunnen en mogen zijn. Wij doen dat in blijvende dankbaarheid jegens allen die waar ook ter wereld hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Ter nagedachtenis aan allen die zijn omgekomen, leggen Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin als eerste een krans bij het Nationaal Monument.
vinden nu de winnares van de 4 mei dichtwedstrijd. De 16-jarige Eva Pronk uit Den Haag. Met haar gedicht. Vrijheid. De oude man verstopte Joden op zijn zolder, drukte illegale kranten en hielp Engelse piloten. Hij loog voor het leven. Hij loog voor de vrijheid. De vrouw in de kelder liet wanneer de vliegtuigen overvlogen bange mannen, vrouwen en kinderen schuilen voor de bommen. Zij stond voor het leven. Zij stond voor de vrijheid. De jongen, net 18, opgeroepen om te vechten aan het front, nam afscheid van zijn moeder en zou haar nooit meer zien. Hij vocht voor zijn leven. Hij vocht voor de vrijheid. Deze helden, gewone mensen zoals jij en ik, kozen ervoor te vechten voor onze vrijheid. Als een van deze helden hier niet voor had gekozen, was mijn opa dan geboren? Had ik dan geleefd? Elk jaar leggen overlevenden of nabestaanden een krans bij het Nationaal Monument. Gelet op de bijzondere omstandigheden en de hoge leeftijd van deze eerste generatie ooggetuigen worden alle kransen dit jaar gelegd door twee scouts. Er wordt nu een krans gelegd voor mensen die tijdens of direct na de Tweede Wereldoorlog gevangen werden genomen en vermoord, omdat zij in verzet kwamen, omdat zij opstonden voor de rechten van anderen, voor rechtsstaat en democratie. Als koerierster hielp mijn moeder onderduikers. Na gevangenschap in de kampen Haren en Vught bracht ze de hongerwinter door in Amsterdam. Vandaag legt ze een krans ter nagedachtenis aan alle moedige mensen die met gevaar voor eigen leven hun medemens hielpen. Mijn oma brood als meisje van 13 illegale kranten op. Per 15e was ze koerier voor studentenverzet. Zij zag zichzelf niet als verzetvrouw. Wat zij deed, deed je gewoon. Vandaag legt zij een krans zodat wij hen die in verzet kwamen nooit vergeten. U zag de 99-jarige Marie Verbraken en haar dochter Ineke en de 91-jarige Gerda Munk en haar kleindochter Julia. En deze scouts, zijn broer en zus, in verband met de coronamaatregelen, die leggen de krans namens hen. De volgende krans wordt gelegd voor de meer dan 100.000 Joden, Roma en Sinti, die tijdens of direct na de Tweede Wereldoorlog werden geïsoleerd, gedeporteerd, vermoord in concentratie- en vernietigingskampen, om wie zij waren. Mijn opa is tijdens de Holocaust 63 familieleden kwijtgeraakt. Ze zijn vergast in Sobibor en Auschwitz en dit heeft 75 jaar later nog steeds invloed op zijn leven. Hij geeft gastlessen op scholen om huidige generaties het belang van herdenken te laten begrijpen. Soortgelijke massamoorden mogen nooit meer plaatsvinden.
Op mijn oma's 11e verjaardag kwam haar vader van zijn onderduikadres om haar te feliciteren. Hij vertelde dat hij een poosje weg moest. Vanaf 3 hoog zwaaide ze hem na. Het bleek een afscheid voor altijd te zijn. Mijn oma legt een krans voor allen die zijn omgekomen in concentratiekampen. Een krans namens de 81-jarige Rudy Cortissos en zijn kleinzoon Gino. En de 88-jarige Marja van Dijk en haar kleinzoon Remy. Er wordt nu een krans gelegd voor hen die tijdens of direct na de Tweede Wereldoorlog zijn omgebracht of omgekomen. Voor hen die het leven verloren door oorlogsgeweld, honger, bombardementen, willekeur, verwaarlozing of uitputting. Mijn vader behoort tot de meer dan 500.000 Nederlandse jongens die zijn opgepakt om dwangarbeid te verrichten in Nazi-Duitsland. Mei 1945 keerde hij terug. Zijn zieke moeder was toen net overleden. Vandaag legt mijn vader een krans ter nagedachtenis aan alle dwangarbeiders. Opa liep op 22 februari 1944 achter zijn moeder, broers en oom aan naar de bushalte. Hij keek tot ze uit het zicht verdwenen. Die middag werd de binnenstad van Nijmegen verwoest door Amerikaanse bommen. Vandaag legt hij een krans voor zijn familie en alle die omkwamen bij bombardement Nijmegen. Een krans namens de 96-jarige Cor van Dijk en zijn dochter Joop en de 80-jarige Cor Teunissen en zijn kleindochter Roos. Wordt gelegd voor alle burgers die tijdens of direct na de Tweede Wereldoorlog zijn omgebracht of omgekomen in Azië als gevolg van verzet, internering, oorlogsgeweld en uitputting. Mijn vader heeft de oorlogsjaren met zijn familie als buitenkamper op Java doorgebracht. Het leven was zwaar en vol ontberingen. Na de capitulatie van Japan is hij in dienst gegaan van het KNIL. Vandaag legt hij een krans ter nagedachtenis aan alle burgerslachtoffers in Azië. Van mijn oma heb ik geleerd hoe belangrijk het is om in vrijheid te mogen leven. Zij zat in Nederlands-Indië in een interneringskamp samen met haar vaak zieke moeder. Ze maakte verschrikkelijke dingen mee. Zij legt deze krans voor iedereen die heeft geleden onder de Japanse bezetting. De 93-jarige Paul Kellebijn en zijn zoon Roy en de 89-jarige Dolly Polman-Simons en haar kleindochter Guusje.
rozenkrans wordt gelegd voor militairen en koopvaardijpersoneel. Omgekomen in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Of daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Mijn vader heeft als jongetje de oorlog meegemaakt. Hij herinnert zich nog de hongerwinter en een brandbom op het huis van zijn oma. Op zijn 16e kwam hij in dienst van de Koninklijke Marine en is onder andere 2 keer uitgezonden naar Nieuw-Guinea. Hij legt vandaag een krans ter nagedachtenis aan alle omgekomen marinemensen. Pa heeft zijn medicijnenstudie afgebroken om tegen het onrecht te vechten. Via de Pyreneeën is hij naar Engeland uitgeweken. Vanuit Normandië vocht hij met de Prinses Irene Brigade voor onze vrijheid. Vandaag legt hij een krans ter nagedachtenis van alle omgekomen militairen en koopvaardijpersoneel. En een krans namens de 80-jarige Anton Smits en zijn dochter Monique en de 96-jarige Rudy Hemmers en zijn zoon Ruud. Dan zal nu koning Willem-Alexander een toespraak houden op de Dam. Het is voor het eerst. Het voelt vreemd op een bijna lege Dam. Maar ik weet dat u, dat jij deze nationale herdenking meebeleeft. En dat we hier samen staan. In deze uitzonderlijke maanden hebben we allemaal een deel van onze vrijheid op moeten geven. Sinds de oorlog heeft ons land iets dergelijks niet gekend. Nu maken we zelf een keuze. In het belang van leven en gezondheid. Toen werd de keuze voor ons gemaakt. Door een bezetter met een ideologie zonder genade. Die vele miljoenen mensen de dood injoeg. Hoe voelde die ultieme onvrijheid? Er is 1 getuigenis die ik nooit zal vergeten. Het was hier in Amsterdam, in de Westerkerk, bijna 6 jaar geleden. Een kleine man met heldere ogen, 4 rechtop met zijn 93 jaar, vertelde ons het verhaal van zijn reis naar Sobibor. In juni 1943. Zijn naam was Jules Kelvis. Daar stond hij, breekbaar maar ongebroken, in een volle, muisstille kerk. Hij sprak over het vervoer met 62 mensen in 1 veewagon, over de ton op de kale vloer, over de regen die door de kieren spatte. Over de honger, de uitputting, de smerigheid. Je ging eruit zien als een schooier, zei hij. En je hoorde in zijn stem hoe erg hij dat had gevonden. Hij vertelde over de horloges die bij aankomst door soldaten van Polsen werden gerukt. Over hoe hij zijn vrouw Rachel in de chaos kwijtraakte. Nooit zag hij haar terug. Welk normaal mens had dit kunnen bedenken? Hoe kon de wereld toestaan dat wij, rechtschapen burgers van Nederland, als uitschot werden behandeld?
Zijn vraag bleef hangen tussen de pilaren van de kerk. Ik heb er geen antwoord op. Nog steeds niet. Wat ik me ook herinner, is zijn verslag van wat er aan de reis vooraf ging. Na een razzia werd hij, samen met zijn vrouw en vele honderden anderen, weggevoerd naar station Muiderpoort. Ik hoor nog zijn woorden. Honderden omstanders hebben zonder vorm van protest toegekeken hoe de overvolle trams onder strenge bewaking voorbij reden. Dwars door deze stad, dwars door dit land, voor de ogen van landgenoten. Het leek zo geleidelijk te gaan. Elke keer een stapje verder. Niet meer naar het zwembad mogen. Niet meer mogen meespelen in een orkest. Niet meer mogen fietsen. Niet meer mogen studeren. Op straat worden gezet. Worden opgepakt en weggevoerd. Sobibor begon in het Vondelpark. Met een bordje voor Joden verboden. Zeker, er waren veel mensen die zich verzetten. Mannen en vrouwen die in actie kwamen. Die tegen de stroom in burgermoed toonden en hun eigen veiligheid op het spel zetten voor anderen. Ik denk ook aan alle burgers en militairen die vochten voor onze vrijheid. Aan de jonge soldaten die de meidagen sneuvelden aan de Grebbelinie. De militairen die ons koninkrijk dienden in Nederlands-Indië en dat met de dood bekochten. De verzetstrijders die werden gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte of onmenselijk werden behandeld in straf- en concentratiekampen. De militairen die niet terugkeerden van hun vredesmissie of daarbij ernstig gewond raakten. Werkelijke helden die bereid waren te sterven voor onze vrijheid en onze waarden. Maar er is ook die andere realiteit. Medemensen, medeburgers in nood, voelden zich in de steek gelaten. Onvoldoende gehoord, onvoldoende gesteund. Al was het maar met woorden. Ook vanuit Londen. Ook door mijn overgrootmoeder, toch standvastig en fel in haar verzet. Het is iets wat mij niet loslaat. Oorlog werkt generaties lang door. Nu, 75 jaar na onze bevrijding, zit de oorlog nog steeds in ons. Het minste wat we kunnen doen is niet wegkijken, niet goed praten, niet uitwissen, niet apart zetten. Niet normaal maken wat niet normaal is. En onze vrije democratische rechtsstaat koesteren en verdedigen. Want alleen die biedt bescherming tegen willekeur en waanzin. Jules Schelvis doorstond de hel en wist toch als vrij mens weer iets van het leven te maken. Veel meer dan dat. Ik heb vertrouwen in de mensheid gehouden, zei hij. Als hij het kon, kunnen wij het ook. Wij kunnen het. We doen het samen. In vrijheid. Koning Willem-Alexander, bij het Nationaal Monument, 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Bij afwezigheid van de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer wordt daar nu een krans gelegd namens de Staten-Generaal. Een krans namens het
Nederlandse parlement. In aanwezigheid van de minister-president wordt er nu een krans gelegd namens de Rijksministerraad. Deze krans is namens de Nederlandse ministers en de gevolmachtigde ministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Afwezigheid van de commandant der strijdkrachten en zijn operationele ondercommandanten wordt er nu een krans gelegd namens de gehele krijgsmacht. Namens de land-, lucht- en zeestrijdkrachten en de koninklijke marechaussee. In aanwezigheid van de burgemeester van Amsterdam wordt er nu een krans gelegd namens de gemeente Amsterdam. Burgemeester Femke Halsema. Mag ik u verzoeken het defilé te openen? Met dit korte defilé eindigt de Nationale Herdenking 2020. Een herdenking zonder genodigden, zonder publiek. Deze uitzending gaat nu verder op NPO 2 en daar.
daar ziet u zometeen hoe overal in het land net voor achter de taptoe werd meegeblazen. We zijn ook in Rotterdam, dat is de stad waar een vernietigende bommenregen het begin van de Tweede Wereldoorlog inluidde, nu 80 jaar geleden. Er zijn meer speciale herdenkingsprogramma's deze avond bij de NOS. Zometeen de oorlog in 100 foto's. De verrassende keuze van gewone Nederlanders van foto's die het verhaal van de oorlog vertellen.